Yo mensen, Groenel van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier samen met Milo. Boom! Boom! Met vandaag de video die misschien wel het meest wordt aangevraagd elk jaar. Zo. Dat is gewoon echt waar, hè? En wat we dus gaan doen is de top 50 ratings van FIFA 19 bespreken. Met onze ongezouten mening uiteraard. Doe zeker een duimpje op deze video. Hoeveel likes gaan we halen, Milo? Voor jouw broodje met kaas? 5000 likes. Ja, dan krijg je ook een hapje van Milo's broodje met kaas. Ja. Ja, oké. Okay. En abonneer zeker op mijn kanaal. Abonneer ook op Milo's en links in de beschrijving staan. En laten we maar gelijk beginnen, Milo, met nummer 5. Oké. Okay. Oké, zie jij wie nummer 50 is? Ja. En wie is het? Wat vind je ervan? Nou, raar. Ja, ik raar. Ook. Bullshit. Maar ja, ook weer niet raar. Ja, maar ik weet dat die goed is. Maar ik vind gewoon, als je naar Japan gaat, krijg je gewoon maar de tyfus. En dan mag je lekker 80 worden. Ja, kijk. Aan de ene kant ben ik een beetje eens. Want ik vind dat ook wel een beetje. Aan de andere kant, ja. Hij is niet ineens veel slechter dan vorig jaar of zo, qua hoe die speelt. Maar nee, wel, dat gewoon is een kutcompetitie. Nee, maar ik vind gewoon, als je naar zo'n competitie gaat om cent te pakken, dan moet je gewoon gedowngrade worden. Dat hoort er gewoon bij, vind ik. Ja, maar dat is gewoon mijn mening. Hij speelt nu bij Vissel Kobe. Ja, heb ik eigenlijk persoonlijk nog nooit van gehoord. Ik was in Japan en daar zijn mensen helemaal gek van hem, hè? Is dat een soort topclub in Japan? Voor mij wel. Maar echt overal op tv waren goals te zien, want Iniesta scoorde toen echt meteen in zijn eerste wedstrijd. Ja. En overal op tv was te zien, elk nieuwsding en zo. Maar oké, volgende speler, anders zijn we een uur bezig met deze video. Jordi Alba. Ja, terecht hoor. Ja, Jordi Alba, ja, ik moet zeggen dat ik niet zoveel Barca kijk eigenlijk. Want ik vind, ja, Barca gewoon best wel kut lukt. Maar ze zijn natuurlijk een paar jaar geleden begonnen met dat die backs ook gewoon de hoge rating worden. Want ze gewoon de beste op de plek zijn. Inderdaad. Dat ze niet meer doen, zeg maar, dat vergeleken met Ronaldo en Messi hoe goed ze zijn. Maar vergeleken met linksback. Voor hun positie, ja. Ja, dat is wel beter. Dat is gewoon normaal, toch? Ja. Ja, het is wel een van de betere linksbacks van de wereld. Dan hebben we Jan Vertonghen. Ja, vind ik echt bullshit. Want? Vertonghen is nu 87, maar hij is hem niet zo heel goed. Nee, Van Dijk is beter, toch? Ik vind Van Dijk ook een beetje overrated, maar ik vind Alderweireld bijvoorbeeld nog veel beter dan Vertonghen. Oh. Hoeveel is Alderweireld? 85 of zo? Geloof het wel. Hmm. Maar waarom iedereen vindt Alderweireld echt veel beter dan Vertonghen. Oh, maar waarom is Vertonghen dan hoger? Ja, dat vind ik dus bullshit eraan. Ja, oké, dat is logisch. Ja, wel goed, maar niet, wel gewoon 85. Samuel Umtiti. Ja, ja, ook goed. Bullshit gast. Ja, die is wel goed, hoor. Gaat, jij bent een gastcoloreerd. Nee, ik vind Umtiti wel een goede speler. Maar ik ben ook wel fan van Umtiti, omdat ik al een keer naar een Westerweg geweest en nu bij Lyon speelde, toen was ik ook wel fan. Ja, maar hij is wel gewoon goed, maar toch geen 7 en fucking 80. Ja, wel het WK gewonnen. Gast was, wat was hij dit jaar? 83. Ja. Die gast lekker 5. Plus 4. Ja, oké, het is wel een hele grote stap ineens, hè. Beetje rustig aan hier. Hij is nog echt jong. Het slaat echt nergens op. Hij is nog niet eens 5, hij is 24 nog. Kom op, hé, rustig aan. We willen toch geen 99 centerback? Of wel dan? Nou, Hamzik, ja, die is elk jaar hoog. Ja, vind ik ook raar, hoor. Ja, nou, ja, Hamzik, ja, ik weet niet. Ik, wie kijkt naar Serie A? Even serieus, echt niemand, toch? Ja, want ik heb ook eigenlijk geen idee ervan. Nee, echt geen idee. Misschien is hij wel heel goed, misschien niet. Maar Serie A, saaie competitie altijd. Hij is wel gewoon goed, maar Napoli haalt ook nooit, die wordt ook nooit kampioen of wat. Mooi is altijd dat we altijd zeggen, Serie A kutcompetitie. Dan zijn er die vier mensen die Serie A kijken in de wereld. Zeg maar één Duitser, één Saudi-Arabië en twee Nederlanders. Ja, hoewel, nu met Ronaldo. Nu met Ronaldo wel een leuke competitie geworden. En nu wordt in plaats van Juve kampioen, wordt Juve zeker kampioen. Ja. Superleuke competitie. Eens. Lukaku. Ja. Ja, ook gast, hier kan ik Boos, echt gaan spelen. Die werd slecht, hoor. Die gast slecht, oh, oh, wow. Oh my god. Oh, die wow. Aanname van die gast, daar krijg ik echt herpes in mijn kop van. Nee, maar ik vind Lukaku echt fucking slecht. Op het moment dat jij niet gewoon een bal kan aannemen, dan mag je gewoon geen 87 zijn, vind ik. Nee, kijk, nou ja, dat vind ik niet helemaal, maar als je het kan compenseren. Maar nou, heb je één speler die geen bal kan aannemen in de top 87 op Lukaku na? Nee. Nee, dus hou je bek gewoon. Zo. Op 44, Ivan Rakitic. Ja, Rakitic, prima. Maar dat is gewoon prima, toch? Gewoon goed, ja, nou, goed. Volgende, goed. Piqué. Piqué lol. Ja, ik ben dus nooit zo onder de indruk van Piqué, maar... Piqué, nou ja, nee, maar... Ja, kijk, het is wel typisch zo'n speler die gewoon al jarenlang alles wint en gewoon consistent. Zou Piqué later een icon card krijgen? Ja, denk ik wel. Nou, dat vind ik dus niet terecht. Ja, gast, als je toch gewoon 10 jaar lang elke wedstrijd van Barcelona centerback speelt en gewoon alles wint ermee. Ja. Ik ben echt dus niet onder de indruk van Piqué. Volgende, Mbappé! Mbappé. Wat vind je daarvan? Ja. Nou, kijk, ik heb dus een tijdje geleden gezegd dat ik vind dat Mbappé een beetje overhyped. En toen vielen 180.000 mensen weer aan. Maar dat kwam meer omdat ik zie Mbappé nooit de nieuwe Ronaldo of Messi worden. Ja. Nee, ik zie het hem wel worden. Maar hij is het nog niet, maar ik zie het hem wel worden. Nee, ik zie het hem ook niet worden. Weet je waarom? Kijk, hij kan heel hard rennen. Omdat hij te veel ruimte nodig heeft. Ja, op het moment dat je hem neerzet bij een team wat ziek erg drukt en wat niet koud is, dan is hij gewoon kansloos. Ik denk dat hij bij Real prima zou kunnen spelen, maar bij Barca dat hij er geen reet van zou bakken. Ronaldo ook wel een klein beetje. Nee. Messi kan echt gewoon in om vierkante meter 5 man uitspelen. Ja, klopt. Dat kan Ronaldo niet, dat is waar. Maar Ronaldo heeft niet zoveel ruimte als Mbappé. Want Mbappé... Ronaldo zit een beetje tussenin. Ja, Mbappé leunt echt op snelheid. En Mbappé is echt reet snel. Dat is echt
tering snel. Ja, maar ja, ik zie het gewoon... jij ziet het meer een beetje als een soort beel. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, heb je gelijk. Ja, oké. Okay. Ja, en ik vind hem echt wel goed. Tuurlijk vind ik hem goed. Je kan niet ontkennen dat hij niet goed is. Maar iedereen doet net alsof dit de nieuwe beste speler van de wereld wordt. En ik geloof dat niet. Nou ja, beste speler van de wereld is wel heel lastig te zeggen. Maar ik vind, ja, hij wordt wel een van de. Ja. Wat vind je van die rating dan? Even serieus naar te zeggen. 87. Ja, ik vind dat het ook wel heel snel omhoog is gegaan. 87. Ja, maar hij is ook gewoon überhaupt als speler heel snel omhoog gegaan. Gewoon, ja, dat is ook zo. Maar ik vind als jij op je 19e al 87 bent, nou ja, dan doe je het wel goed. Ja, maar als je op je 19e al de spelmaker van Frankrijk en PSG bent, ja. Spelmaker? Ja, gast, hij is toch gewoon de belangrijkste factor geweest in dat Frankrijk? Spelmaker, dat is niet overdrijven, Luc Milo. Hij kan geen paas geven over 6 meter. Even serieus, gast. Nee, maar... Volgens jou dan hij is toch de grootste reden geweest dat Frankrijk wereldkampioen is geworden? Nou ja, was hij zo goed op het WK? Hij was wel decent. Ja. Ja. Nee, maar ik ben niet per se een heel groot fan. Nou, dat klinkt het wel. Zo klinkt het wel. Ja, oké. Okay. Ik ben een groot fan. Hey, Mbappé, love you. Nee, ik vind dat het allemaal een beetje snel gaat met die gast. Met hoe snel mensen hem allemaal zeggen van, oh, hij is zo goed, zo geweldig. Maar ja, we gaan het zien. De toekomst zal het uitwijzen. 88, Thiago Silva. Nou. Ja, dat vind ik echt bullshit. Ik vind die Thiago Silva echt zo overschat. Je was een groot fan van hem altijd. Oh nee, daar doe je het. Ik vind die Thiago Silva echt eigenlijk niks. Nee? Die heeft zoveel fouten gemaakt ooit. Gewoon in zijn leven. Ooit. Gewoon bij zijn geboorte. Ooit. Echt niet normaal. Dat was eigenlijk de grootste fout. Nee, maar het was een aardige gozer, maar ik vind hem gewoon niet zo goed. En 88. Ja, dat is wel hoog, hè? Ja. Maar op zich, verdedigers zijn we sowieso wel hoger dit jaar. Daar komen we straks nog. Ja, maar hij is echt al jarenlang is hij 88. Ja, dat is waar. Echt al jarenlang is hij gewoon top 5 centerbacks. Ja, het lijkt alsof... Dat slaat echt nergens op. Het lijkt alsof hij niks... alsof hij gewoon elk jaar gewoon meteen die 88 voor me invult. Zonder te kijken of zo. Ja, voor mijn gevoel heeft hij al jaren dezelfde stats. Ja, dat is echt onzin. Ja. Oké. Nou, gaan we door naar nummer 40. Insigne. Ja, Syria. Geen idee. 88. Ja, dat is wel hoog, hè? Gast, die gast was niet eens op het WK. Dus deze gast is beter dan Mbappé. Dan breekt echt mijn klomp. In 1000 stukken. Ah, hij is ook 5 voet 4. Dat is echt 1,20 meter. Zal ik eens kijken? Maar hij is wel gewoon redelijk. Maar hij is niet eens de WK gespeeld. Hij wordt geen kampioen. Hoe kun je nou 88 zijn? Ja. Ja, goeie. 162 centimeter. Ja, 162. Ja. 1,62 gast. Dan mag je geen 88 zijn. Eens? Dan kom je met het argument dat er verder niemand in de top 50 staat. Wat? Ik ga dood. Eindelijk. Je broodje kaas. Je broodje kaas. Nee. Ja, ik heb de afgelopen dagen een soort bronchitis ontwikkeld. Nee, ik wilde zeggen dat jij dan weer met het argument komt dat er verder niemand van 88 zo klein is. Terwijl dat natuurlijk totaal geen argument is. Niemand van 88 is zo klein. Nee, dat is totaal geen argument, maar op zich wel een goede opmerking. Oké, handdaan of iets. Boeit ook niemand, kan wel aangekiepen. Oh, keeper is ook weer gewoon een Higuain. Higuain had voor mij wel wat meer naar beneden gemogen. Die kan er geen typisch meer van. Higuain? Ja. Nee, ja, lul. 86, 87, zoiets had het mogen zijn van mij, hoor. Met 86 had mij niet verbaasd. Hij was wel goed, hoor. Hou even je bek. Hij kan er echt geen typisch van. Ik baseer dit puur op Champions League wedstrijden. Want Serie A kijk ik niet. Maar Champions League voor Juve vorig seizoen, nou, was echt niet om aan te gluren, die gast. Ja, precies. Ik vind een hele matige speler, Higuain. Nooit wat gevonden. Ik vind het gewoon een matige speler. Ja, een matige speler. Nou, gaan we naar Casemiro. 88. Terecht. Die vind ik echt goed. Ja, vind ik echt goed. Oké. Goede speler. Vind ik ook goed, ja. Fan van. Ja, vind ik ook goed. Een soort Shadow Biscuits. Maar dan nog iets harder. Maar dan iets minder. Nee, iets beter. Iets minder voetballen en iets meer beuken. Ja, dat. Beetje inderdaad meer Real dan Bars. Ja, nou precies. Leuk. Ja, oké. De volgende vind ik echt onzin. Ach, nou hij was wel goed hoor, afgelopen jaar. Gast, even serieus. Even serieus. Deze dat Serie A, kijk wel, is een Bundesliga. Over overschatte voetballers gesproken. Nee, maar ik... Die gast vind ik zo overschat. Dan moet ik ook zeggen dat ik ook wel fan ben van James Rodriguez. Ja, maar dan snap je er gewoon niks van. James fucking Rodriguez. Die gast kan echt helemaal niet bijzonder. Wel kutkaart met 72 pace. Heb je niks aan, joh. Even 80 pace dat hij moet hebben. Dan had hij echt een zieke kaart gehad. Hij is dus wel... Hij was afgelopen jaar bij Bayern echt best wel prima. Maar hij speelde linksmid daar volgens mij, als ik me kan herinneren. In ieder geval niet 10, dacht ik. In ieder geval... Dan staat de kaart sowieso nergens op. Maar laten we 87, want vorig jaar was hij 86. Dus 87 dan. Dat was beter. Ja, okay. Want zo'n grote upgrade... Ook nog 86. Nee, want dat was beter dan het seizoen ervoor. Dus dan kan je toch geen downgrade geven of hetzelfde houden. Ja, maar wel als het seizoen ervoor ook nergens op sloeg. Ja, dat sloeg nergens op. Daarom had hij ook een downgrade gehad van 90, van 88 naar 36 of zo. En nu wordt het een 88. Ja, sowieso. Hoe oud is hij inmiddels? 91. Hij is al best oud, hè? Ja. Al 27. Ja. Nou, niet heel oud. Buffon, 88. Maar terecht. Wat terecht. Maar die keepers zijn ook weer gewoon een heel apart categorie. Ja, die hebben gewoon hun eigen rating. Buffon, goede keeper. Ja, gewoon goed. Goede vent ook. Prima. Goed ventje. Eriksen, 88. Ja, dat is ook wel terecht, toch? Die kan wel wat. Ja, is wel goed. Oké, Pogba, 88. Ja. Heeft een upgrade gehad van 1. Ja, wel WK gewonnen, dus zover snap ik het wel. Maar, maar ik vind hem dus voor United echt slecht. Ik vind hem sowieso niet zo bijzonder. Nee, wel, hij is wel echt het toombeeld van overhype. Besef, nee, dat is James Rodriguez. Hij was 5 jaar geleden, was hij, of 3-4 jaar geleden, was hij Mbappé nieuw. Ja, nou, hij wel een hele andere type, hoor. Ja, toch wel? Maar in ieder geval, toen was iedereen ook van, oh, we're de beste speler van de wereld, beste speler ooit, 100 miljoen betaald, bla bla. Nou, maar een middenvelder kan nog nooit de beste speler van de wereld worden.
Want? Het is toch gewoon algemeen zo? Dat is wel onzin. Op het moment Messi op het middenveld speelt, dan zeggen, ook niet, dan zeggen mensen ook niet dat hij de beste speler van de wereld is. Mensen gaan gewoon afrekenen op doelpunten en dat soort dingen. Weet je nu de mijn wereldvoetballer van het jaar gewonnen heeft laatst? Ja, Modric. Modric. Ja, maar ook omdat, ja, dat was gewoon een uitzondering. Oh ja, ja, uitzondering. Tuurlijk kan je de beste speler zijn als middenvelder. Wat een bullshit. Okay. Als jij elke wedstrijd het middenveld overheerst, maar dat doet hij niet. Maar ja, ik kan er geen reden van die poppen. Nee, Pogba zeker niet, nee. Oké, okay, dan hebben we hierna een hele matige speler. Ja, nee, ja, nee, dit vind ik wel terecht. Nou, had hij niet wat hoger moeten nog. Dat zou best kunnen. Nee, maar ik vind dit wel, nee, maar dit is een prima rating gewoon, hè. Traag, holy fuck. Gast. Hij wil kut stats. Ja, is hij traag. Zeg die stats. Ja, maar natuurlijk, of het is gewoon een kutkaart, FIFA. Dat ja, wel. Maar, 88. Maar hij is toch ook gewoon eigenlijk wel beter dan Casemiro nog, of vergelijkbaar. Ja, vergelijkbaar, ja. Zeker niet minder. Ik moet zeggen dat Casemiro wel langzaam over hem heen gaat, hè. Hij is ook al 30, hè, Busquets. Het aftaken kan beginnen. So what? So what? I'm a rockstar. So what? Nee, ja. Ik vind het gewoon terecht, hoor. Ja, ik ook. Ja. Oké, Bill. Ja, terecht. Ja, prima, toch? Ja. Heeft het goed gedaan in de Champions League finale? Ja. Goeie goals. Ja, gewoon goed gast. Geschiet ook. Ja. Oké, nee, maar prima. Ik denk dat hij dit jaar veel beter gaat spelen dan Ronaldo weg is. Ja, natuurlijk. Nu wordt hij de grote man. Even. Ja. Of het wordt hij even het mannetje. Ficinho Junior. Dat zou kunnen. Die zou best goed in FIFA. Of Casemiro, als hij jou ligt. Ja. Oké, Coutinho. Ja, vind ik ook wel een klein beetje bullshit. Want? Ik vind die gast helemaal niet zo heel goed. Hij had wel een aardige speler, toch? Ja, maar gewoon helemaal aardige speler. Maar 88? Ik vind hem niet net zo goed als Bill bijvoorbeeld, hoor. Nee, oké. En vind je beter dan Mbappé? Ook niet. Vind je Bill beter dan Mbappé? Nog wel. Ja, oké. Ja, okay. Hoewel, ik had ook kunnen begrijpen als Mbappé ook 88 maken en Coutinho 87. Ja, Coutinho 70 had ook maar kunnen leven. Maar ja. We moeten weer zien toch hoe hij bij Barca gaat doen. Ja. Ik ben er wel benieuwd naar, hoor. Ik vind dat wel een... Want ze hebben nu Coutinho, dan Suarez, Messi en in Dembele ook nog, hè? Ja. In Dembele is echt zaad. Is je met Dembele niet verhuurd of is hij juist weer terug? Nee, hij is er gewoon. Hij speelt gewoon Barca. Hij had gisteren nog gescoord. Maar hij is maar 82 of 83 op FIFA zet. Maar hij heeft geen downgrade gehad. En hij heeft geen 5-6 skills meer. Ja, dat is wel raar. En Coutinho wel 5. Dat vind ik echt raar. Dat je op een gegeven moment 5-6 skills hebt, dan heb je niet meer. Alsof je zelf niet meer kan. Ja, ik vind dat ook fucking raar. Zeker met zo'n speler. Waarvan je toch wel denkt, ik heb geen idee. Maar voor mij deed hij best wel skills vaag bij Dortmund. Maar ja, heel raar. Oké, Jori, 88. Ja, ook wel terecht. Oké, door. Marcelo, 88. Ook wel terecht. Terecht. Beste linksback van de wereld. Sowieso. Ja. 100%. Dat is ook verder toch met Jordi Alba de enige backs erin. Ja. 5-6 skills. Heerlijk. Ja. Genieten. Oké. We've got Salah. Vind je dat terecht? Ja, terecht, tuurlijk, ja. Ja, ik ook. Ja, Salah heeft fucking goed gedaan voor het seizoen. Ja, echt niet normaal. Maar denk je niet dat het een one or two season wonder is? En dan niet echt dat hij helemaal terugvalt, een beetje zoals Vardy of zo, weet je. Zou best kunnen, hoor. Ja, maar dat is altijd lastig te zeggen, maar het zou best kunnen. Ja. Ik vind het altijd raar, spelers die op een 26e dan ineens fucking goed gaan spelen. Ja, hij was ook helemaal niet goed. Hij heeft natuurlijk bij Chelsea gespeeld en bij Roma. Dat was hij helemaal niet goed. Nee, wel decent, maar niet heel bijzonder. Helemaal niet goed, joh. Maar nu schiet hij alles ineens in. Dat vind ik dan raar. Ik denk, waarom heb je dat niet eerder gedaan? Denk ik dan. Ja, maar dat heeft toch gewoon een beetje met vertrouwen en vormen zo te maken. Ja, toch wel. Dat kan ook, uiteindelijk dan zou ik dan toch wel durven zeggen dat het daarmee te maken heeft. Maar dat kan ook zomaar wegvallen, ja. De volgende speler is Francisco Román Alarcón Suárez. Er staat twee keer Alarcón Suárez. Geen idee waarom. Voor mij is het een foutje. 89. Ik vind het een hele rare speler, gast. Ja, ik moet zeggen, 89 vind ik echt te hoog. Ja, maar ik vind Isco wel gewoon goed. Maar ook. Dat. Nee, ik vind het dus ook goed, maar ik vind 89... Ja, ik weet niet, man. Ik vind het gewoon te hoog. Heel hoog, hè? Ik vind het gewoon te hoog. Is hij beter dan types als Eriksen? Ja, ik weet niet. Ik vind Isco klasse apart, maar 89, gast. Ja, wel hoog, hè? Dat vind ik echt tering hoog. Gast. Dat is bijna 90. Ik wou aan het zeggen. Dat is wel niet veel, inderdaad. Ja. Oké, Marc-André Ter Stegen. Prima, doet het wel goed. Nou. Maar is hij beter dan Jori? Dat moet je je afvragen. Ik vind Loris dan niet per se heel goed, maar die heeft wel WK gewonnen. Vroeger maakte hij heel veel blunders, Ter Stegen, maar dat doet hij niet meer. Nee, maar ja, alsnog Ter Stegen. Ik kan niet per se dat je zegt van zo. 88 was terecht geweest. En zoiets, dan heb je al die keepers 88. David Silva. Dat vind ik wel terecht, hoor. Die gast vind ik echt fucking goed. Die gast is echt als Milo het zegt, dan klopt het. Als Milo maar serieus? Het zegt over een andermans nummer 10, dan weet je dat het gelijk is. Nee, ja, ik ben meer fan van David Silva dan van De Bruyne. Ja? Ja. Oh, De Bruyne moet nog komen. Ja. Dat voorspelt niet veel goed. Nee, maar dat vind ik wel echt. Dat weet iedereen dat ik dat de meest overschatte voetballer alle tijden vind. Nog meer dan James Rodriguez, en dat zeggen we. En Pogba. Minder dan Pogba nog. Nee, Nee, wel meer dan Pogba. Ja, daar heb ik u, hè? Ja, daar heb ik u. Oké. Nee, maar David Silva echt goed, hè? Ja, goede speler. Goed. Ja. En Mats Hummels, 89. Ja. Wel een beetje hoog, hè? Ja, op het moment dat je zegt nee, zeggen mensen van ja, maar hij heeft zoveel interceptions gehad. Ja, dan zeg je ja. Nee, dat kan je ook niet zeggen. Maar kijk, nee, ja, je moet ook wel een beetje hoge spelers in de game hebben, hè? Jawel.
Maar 89 wel heel hoog. Wist je dat Boateng maar 86 is? Je zit niet eens bij de top 50, ja. Vaag. Ja, nou, je kan ook. Was Boateng dan echt zoveel minder dan die Hummels? Ja, wel. Hij is ook minder gespeeld, toch? Ja, die Boateng. Geen tyfus, dan zijn mensen al achter. Eigenlijk kan ik er geen reet van. Oké, Cavani. Ja. 89. Ja. Goeie speler. Ja. En ja, zeker wel, nu met Mbappé en Neymar. Heel hoog, 89 gast. Ja, maar gast, weet je hoeveel hij erin schiet? Ook wel goed. Ja, wel goed. Ja, en hij is gewoon een heel goed... Op het moment kijk, dat jij natuurlijk ballen krijgt van rechts van Mbappé en van links van Neymar, ja, dan is het natuurlijk ook wel makkelijk spelen. Ja, want die Mbappé kan zo goed passen. Dat heb je altijd, zeg je altijd al. Nee, maar die schiet gewoon blind op het doel. Dan komt hij de lat en dan kan hij hem erin schieten. Oh, zo ja. Zo werkt. 89 is wel... Dat is een ander verhaal. 89 is wel... Ik vind het altijd recht. Ik vind de Cavani wel echt goed. Jawel. Ik vind de Cavani echt een stuk beter dan bijvoorbeeld de Higuain. Echt een stuk beter. Ja, tuurlijk ja. Ja, maar oké. Okay. Ik vind... Okay. Nou, volgende. Okay. Dybala. Ja, dit vind ik dus onzin. Ik vind het heel goed. Gast, heel veel mensen zijn fan van hem, omdat gewoon wel leuk spelen is om naar te kijken. Ja, maar dat vind ik ook wel. Ik vind het ook wel lachen spelen. Met het vingertje zo, dat depje zo. Ja, maar dat vind ik ook leuk. Maar ik vind hem zo overhyped, gast. Ik vind hem wel een aardige speler, maar volgens mij kan hij niet met Messi spelen, omdat Messi hem haat. En dus speelt hij niet voor Argentinië. En hij speelde ook al niet bij Juve de laatste paar wedstrijden, omdat hij fight heeft met Ronaldo. Nou, dat is niet waar trouwens wat ik nu zeg, maar ook zoiets. Nee, hij was gewoon geblesseerd ofzo. Ja, voor mij is hij de bank zelf de laatste wedstrijd. Ja, heel vaag. Maar ik vind hem op zich wel goed, maar ook niet 89 of zo. Nee, 89 vind ik echt veel te hoog. Staan ergens op 87 of zo. Zoiets, 86, 87. 89, doe normaal man. What the fuck, nummer 20. Zeg joh, Aguero! Ja, wel terecht hoor. Terecht. Gast, ben je niet toevallig een City fan? Nee, maar ik ben gewoon realistisch, gast. Oh, mensen, hoor je dit? Minder realistisch dit jaar. Nee, gast, ik ben elk jaar realistisch. Alleen sommige mensen zijn het niet met me eens. Dat mag. Okay, okay, dat mag in het land. In dit land mag dat. Oké, is goed. 89. Daar snap je alleen niks van. Chiellini. Terecht. Goed. Ja, vind je dat terecht? Ja, is goed, gast. Fuck, goed. Ziek goed. Maar misschien is hij wel beter dan Hummels. Okay. Zou Hummels eigenlijk een rating lager moeten? Ja, maar dat denk ik dus sowieso, ja. Ik ben meer fan van Chiellini dan van Hummels, maar dat kan ook aan mij liggen. 89 Griezmann. Ja, vind ik dus onterecht. Maar ja, ik vind Griezmann dus helemaal geen hele bijzondere speler. Maar ik vind hem wel goed, hoor. Maar gast, ik heb een beetje... Dat is ook de reden dat ik Chiellini eigenlijk lager moet vinden hebben. Ik vind dingen als WK en zo vind ik zo belangrijk. Ja. Dus ik vind zo Chiellini, als hij nooit een eindtoernooi haalt... Nooit, echt letterlijk nooit, één keer. Echt letterlijk één keer. Bewijzen van... Ik vind spelers die een eindtoernooi niet halen, kunnen eigenlijk nooit heel hoog zijn, ook al zijn ze wel goed, weet je wel. Griezmann was allebei toernooien fucking goed. Ja. Dus wat dat betreft vind ik het wel terecht, hoor. Ik weet niet, ik voel het gewoon niet. Ja, maar dat is dan puur bij jou een intern dingetje. Ja, maar ik vind 88 dat ik terecht heb. Ja, maar het kan ook zijn, ik vind hem ook niet echt een spits, zeg maar. Ik vind hem meer een soort CF, weet je wel. Ja, jouw pakken past niet zo goed in jouw hokjes. Je bent niet van het hokjes, denk ik. Zeg maar, het Kane, Cavani, Griezmann, dat past gewoon niet in mijn hoofd. Maar oké, dat kan ik aan mij. En Aguero en dan Griezmann, ja, ik weet het. Zit me gewoon niet lekker. Ik ben al beter dan Griezmann. Ik vind het wel gelijkwaardig. Ja, dat kan ook zijn dat ik Atletico Madrid gewoon een kutclub vind. Dat kan ook mee te maken. Nee, ben ik neutraal. Harry Kane, 89. Ja, vind ik bullshit. Want? Ja, Kane, dat vind ik echt de meeste huistuin en keukendoelpuntjes prikker die er is. Ja, maar hij scoort ze wel. Ja, maar ja, Higuain ook, die vind je ook kut. Ja, Higuain doet dat niet. Higuain is slecht. Ja, what the fuck, daar ga je al. Hoeveel goals heeft Higuain voor jaar gescoord? Ik niet aan mijn hoofd. Higuain. Zou het lastig als ik nou ineens zeg 47, dat het gewoon precies goed is. Ja, zeg even iets. 36. Laat dan in ieder geval om, dat Kane... Natuurlijk maakt hij doelpunt en ik vind hem, hij mag ook wel hoog zijn voor mij, maar 87 of zo. 89. Kane vind ik echt wel minder dan Aguero en Griezmann qua Cavani. Qua voetballen in het algemeen. En dan prikt hij de 4 tegen Bournemouth, ja. Ik vind Kane gewoon wel echt een goede spits. Kane vind ik echt een typische spits gewoon. En dat vind ik Higuain ook wel, maar Higuain vind ik gewoon een mindere versie van Kane. Dus ik vind 90 en 88 vind ik gewoon terecht. Maar als je Higuain naar beneden wil, naar bijvoorbeeld 86, dan is het... Nee, maar dan moet Kane ook naar beneden. Maar dan vind ik het nu al goed staat. Ik vergelijk het niet per se met Higuain, ik vergelijk het met types als Aguero. En ik vind Aguero veel beter dan Kane. Heel anders, ik vind het echt niet te vergelijken. Ik vind het dus wel te vergelijken. Nummer 16, Kante. Ja, fantastisch, terecht. Ja, wel terecht. Ik vind Kante wel... Misschien zelfs wel 90. Nou, dat moet je niet gaan overdrijven natuurlijk. Nou, 89 is toch een mooie rating? Hoeveel was hij afgelopen jaar? 87, toch? Ja. Nou, 2 omhoog is toch mooi. Ik vind het goud, al die filmpjes van Kante, dat hij altijd zo relaxed en zo aan het lachen. Echt heerlijk, geniet ik echt van. Dat zo opgetild wordt bij zo'n ereronde en zo. Ja. Die is alleen maar te lachen, die gast. Ja, een fijne lach heeft hij gewoon. Ja, heerlijk lachie. 90, Jan Oblak. Ja, dat vind ik... Ik vind trouwens 15 90-plussers dit jaar. Dat is wel veel. Hoog. Ik vind die Oblak zo'n bizarre gast. Eigenlijk, wat doet die gast nou? Ja, een beetje keeper bij Atletico en bij Slovenië. Ja, maar geen topclub, geen topland en toch wordt hij 90. Maar hij kan wel echt heel goed keeper gewoon. Maar ik zie hem niet zo vaak, omdat ik natuurlijk nooit veel competitiewedstrijden krijg. Ik kijk het ook niet, maar wel zijn samenvatting. En dan vind ik hem wel goed hoor, Oblak. Maar hij is wel goed. Is hij beter dan types als beter dan Buffon en zo? Nou, Buffon gaat alleen naar beneden omdat hij oud is. Dat is gewoon IE zijn. Ja, oké. Maar is hij ook beter dan Loris bijvoorbeeld? Ja, dat vind ik wel. Okay. Oblak maakt gewoon echt geen fouten. En dat doet Loris nog wel. Ik durf daar geen uitspraak over te doen. Ik ken ook. 90 Courtois, natuurlijk ex-Chelsea.
En dan gaat hij weg met Chelsea, krijgt hij een upgrade. Ah, omdat hij gewoon nog relatief jong trouwens zit. Kijk, 26, hij is heel jong. Nou, 26 voor keepers, fucking jong gehad. Jawel, jawel, maar het is niet... Het is niet per se leeftijd waarop je automatisch die upgrades krijgt, omdat je nog jong bent. Ja, maar gast, ben 27 ben je op je hoogtepunt van je carrière, toch? Ja, ja. En met een keeper lager, 28, 29. Hij heeft nog wel een aantal jaar om door te groeien. Ja, natuurlijk, hè, dat wel. Maar niet, bij EA heb je van die spelers, als je een beetje zo rond die 20, 21 bent, word je gewoon automatisch geüpgraded omdat je ouder wordt. Dat heeft niet meer per se. Nee. Maar ja, nee. Okay. Ja, prima toch. Wel goed. Goeie keeper. Ja. Goeie keeper, fan van. Ja, gewoon goed. Ja. Oké, okay. Godin. Godin. Nou, echt smerige speler vind ik. Maar wel goed. Wel goed, hè? Wel goed. Ja, wel goed. Ja, smerige goede speler. Ja. Ja. Ik vind wel, als je types als Hummels en zo 88, 89 maakt, die fase, dan zit Godin nog wel iets boven. Ja, daar ben ik het wel mee. Ik vind Godin ook wel goed. Dus, dat betreft snap ik het wel. Maar wel raar dat je zegt van, ja, hij speelt niet bij een topclub, maar ze hebben wel 92 gereden spelers en 89. Dapper, je zet er wel een beetje tegen. Ik vind Atletico wel een topclub. Oké, Neuer, 90. Ja, vind ik lastig te zeggen. Ja, hij is heel lang geblesseerd geweest, toch? Maar ik zag wel weer toen hij terugkwam, ja, ik vind Neuer dus echt oprecht de beste keeper van de wereld. Natuurlijk, ja. Maar echt by far. Hoort je te zijn. Hij is wel oud, what the fuck, 32 al. Ja, ja. Tering, bijna dood die gast. Maar ja, nee, maar Neuer, ja, natuurlijk wel gewoon fucking goed. Maar als je gewoon, hoe lang heeft hij eruit gelegen? Anderhalf jaar of zo? Ja, zoiets, ja, een jaar zeker. Zoiets, ja. Dan, ja, dat is wel heel lastig te zeggen hoor. Maar ja, je kan hem ook moeilijk ineens 82 maken. Maar hoeveel was hij vorig jaar? 92. Ja. Nou, hij heeft wel een downgrade gehad van 2. Best ziek. Ja. Best zieke. Maar ik vind Neuer echt best keeper van de wereld, hands down. Ik vind het nu wel terecht hoor, dat hij nu gewoon op dezelfde lichting met die andere gasten. Ja, eens. Oké, okay, Lewandowski. Vind ik wel terecht. Terecht. Hele goede spit. Ja. Ja, en zeker beter dan die andere spitsen, dus dat is wel terecht. Oké, okay, Toni Kroos. Top 10. De top 10. Top 10. Zo, Toni Kroos. Kroos. Terecht. Ja, Kroos is echt fucking goed, gast. Ja, Kroos is echt tering goed. Ja, ik zit even te denken wat ik eigenlijk kritiek op hem heb. Maar niet hij heeft een zieke pace upgrade gehad, hè? Ja, ook ja. Ook wel terecht, want hij was helemaal niet zo langzaam. Nou, hij is wel traag, maar hij was niet zo traag als de eerste zijde. Maar 67 is ook traag. Ja, nou, ik weet niet hoor. Ik vind 67 misschien wel te snel. Voor Toni. Ja. Weet je wie ook te traag is? Robin van Persie. Oké. Okay. Ik vind de volgende vind ik een beetje onzin hoor. De Gea. Ja, vind ik onzin. Maar ik heb het al vaker gezegd. Ik vind De Gea echt. Ik ben echt geen De Gea fan. Die gast maakt fouten, jongen. Maar ook hele goede reddingen. Dat is een beetje het punt, toch? Maar zoals ik heb gezegd, hoe dan ook, ik vind Neuer de beste keeper. Dus ik vind het ook onterecht. Ja, maar ik zou hem helemaal gewoon lekker 90. Ja, ook 90. Ik snap niet waarom ze De Gea beter maken. Heb je 94 keeper? Zij vinden De Gea dus de beste keeper van de wereld. Jee. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ja, maar dan ben je gewoon, dan snap je het echt. Nee, dan ben ik het echt niet mee eens gewoon. Oké, okay, Suarez. Bullshit. Ja, ik vind 91 wel heel hoog. Ik vind het echt onzin. Ja, ik vind hem de laatste 2 jaar of zo. Of laatste jaar in ieder geval. Vind ik hem echt gewoon af aan takelen. Ja, nou ja. Aftakelen dan een heel desastreus begrip. Maar als je hem gelijk maakt met Lewandowski, dan vind ik het ook wel terecht. Ja, ik vind het nergens op slaan dat hij hoger is. Ik vind het gewoon nergens op slaan. Het gaat nergens ook. Nou ja, nee, dat vind ik ook wel een beetje niet terecht. Onterecht. Ik vind het terecht dat je dat vindt. Ja, ja, ja. Dankjewel. Ja, maar ik vind hem ook niet. Ja, aftakelen vind ik zo heel erg heftig. Ik vind hem gewoon, als je hem ook gewoon 90 maakt, is prima joh. Ik vind hem echt aan het aftakelen. Ik denk dat hij over 2 jaar is hij 84 of zo. Een soort van Persie rating gaat hij krijgen, denk ik. Zo hoep. Ja, echt oprecht. Maar hij is ook wel oud, hè? 31 of zo. Het zijn aardige uitspraken. Bijna 32. Bijna 32. Ja, het zijn aardige uitspraken die je durft te doen. Ja, dat doe ik ook. Maar 91, doe even normaal man, niet. What the fuck. Oké, okay. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Ja. Ramos. Nou, terecht. Beste verdediger van de wereld. Ja, natuurlijk. Geen twijfel over. Nee. Hazard. Ja, terecht. Onterecht. Onterecht? Nou, die dribbelt alleen maar die gast. Jij spoort niet. Hazard, meest overhyped voetballer aller tijden. Oh, wow. Oh, wow, 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 wow. Maar Milo. Meen je dit? Dit gaat al niet menen. Je zit nu gewoon te stoken, hè? Nee. Meen je dit echt? Ja? Oh, my God. Ik vind dat deze gast alleen maar dribbelt en niks doet. Oh, geen rendement. Oh, maar dan snap je echt niks. Geen rendement. Gast, die gast levert goals en assists af, jongen. Hoeveel? Ja, goals trouwens best wel weinig, want alleen de laatste paar weken weer. Hij scoort echt nooit. Hij scoort, je kan niet 91 aanvallen zijn als je nooit scoort. Oh. Ik denk 88 was terecht geweest. Oh my god. Ja, echt. Ja, maar gast, ik ga er niet eens in discussie mee. Ik vind Mbappé niet minder dan Hazard. Maar dan heb je er echt zo weinig verstand van. Maar mensen in de comments gaan hier ook over oordelen. Ik ga geen uitspraken doen erover verder. Ik laat dit helemaal aan jou. Maar je gaat comments over je heen krijgen en terecht zijn ze. Oké. Okay. Maar nu even naar de volgende toe, want daar heb ik al wel een paar kleine dingen zo te maken. Kevin de Bruyne. Ja, gast. Als die gast 82 is, geloof ik het ook. Ja, maar ik vind hem echt... 91 is wel heel hoog, want hij is nu even hoog als Modric. Maar Modric is echt by far de beste middenvelder van de wereld. De Bruyne vind ik zo'n overhype te spelen. Maak die gast lekker 88 in de Ja, dan. Gewoon dezelfde rating als Hazard. Oh, dat vindt hij leuk, hè? Ja, vind ik leuk. Dat vindt hij zichzelf even heel grappig. Oké, Modric. Ja, okay. Terecht. Beste middenvelder van de wereld. 100%. Ja. Oké, okay. Ja. Nou, dat was makkie. De speler van de wereld zelfs. Oké, de nummer 3. Ja. Op 3. Neymar Junior. De Samba Master. Ja, is dat terecht? Ja, dat terecht. Ja, gewoon terecht. Ja, het is de derde beste speler van de wereld. Ja, en dat is gewoon een feit. Nou ja, Hazard. Oké, en dan dit jaar
hebben we niet meer Messi en Ronaldo. Dat ze verschillend zijn, maar ze zijn weer dezelfde reden. Wat vind je daarvan? Tja. Ja, Messi heeft dus echt een ziek seizoen gehad bij Barca in de competitie. En Ronaldo heeft natuurlijk ziek gestaan in de Champions League. Ja. Dus ja, ik vind het wel terecht. Ik vind er wel iets voor te zeggen, ja. Ja, dus... Hoewel ik het ook alweer een beetje makkelijk opgelost vind. Ja, het is wel makkelijk. Het is wel lekker om... Ik vind dat wel leuk om gewoon even... Dat IE even iets moet kiezen. Dat vind ik wel leuk. Ja, vind ik ook. Dat durven ze niet aan. Daar baal ik wel een beetje van. Maar in ieder geval, over het algemeen ben ik het best eens met de redding dit jaar. Jawel. Ik heb ook wel niet... Ja, nee. Ik heb wel niet heel veel dingen... Het is minder erg dan vorig jaar. Maar vorig jaar was echt erg. Ja, ze hebben wel heel veel omhoog... Gewoon echt hoog gemaakt. Ja, maar dat vind ik op zich wel leuk. Dat is wel leuk voor packs ook. Ja, wel leuk. Het is gewoon leuk. Oké, mensen. Of juist dat je ze nooit meer packt. Dat kan ook. Ja, dat is wel. Oké, mensen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Milo, wil jij nog wat zeggen? Nee. Ken je Milo en ken je mij nog niet? Ik ga gewoon lekker nog een keer abonneren. En doe een duimpje omhoog voor boterhammetje met kaas. Klik hier of hier als je een andere video van mij wil zien. En klik hier als je wil abonneren. Kan zo op het scherm. Is leuk, hè? Leuk. Oké, mensen. Ik zal je de volgende keer. En ik zeg doei. Later. Joep.